Apple CarPlay is vernieuwd. En wat deze veranderingen zijn, zie je in deze video. Kijk jullie mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewers van Opel Dealer Liewers en Roden. En op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een leuke video met uitleg over een Opel model of uitleg over een systeem die je in je Opel kunt gebruiken, zoals deze video. Nou, ben je nieuw hier en kijk je voor het eerst? Ik zou zeggen, word abonnee en je blijft op de hoogte van de nieuwste video's die online komen. Nou, sinds 2014 kun je dus Apple CarPlay gebruiken in je auto. Nou, sinds de update van iOS 13 is Apple CarPlay dus veranderd. En wat deze belangrijkste veranderingen zijn, zie je nu. Nou, hier zien we dus de vernieuwde versie van Apple CarPlay. Die je dus kunt krijgen als je iOS 13 downloadt op je iPhone. Apple CarPlay werkt dus al vanaf een iPhone SE, dus vanaf een iPhone 5 of hoger. Waarbij je dus hiermee het uiterlijk dan al ziet zoals je dan Apple CarPlay dus kunt zien. Je sluit dus je iPhone aan via de kabel. En dan staat hij automatisch op. Nou, dit lijkt natuurlijk wel erg veel op hoe het ook al was. Hè, met de belangrijkste app hier in het scherm. Wat er vernieuwd is, als we naar links toe gaan. Dat je hier een heel mooie overzichtpagina hebt. Met onder andere al je navigatie. Dus een bestemming waar je dan eventueel naartoe gaat. Nou, in dit geval is dat een bestemming waar ik wel vaak kom. Rechtsboven, daar geeft ze dus de navigatie dan ook aan. Als je daarop klikt, kun je dus hier zo naartoe. Je kan hier ook op zoeken drukken. Of ook op bestemming. Als we terug gaan. Doen we dus links onder op de knop. Dan zien we hier nog over de muziek. Dus daar kun je nog je muziek heel makkelijk invoeren. En daar rechtsonder zien we ook nog je agenda afspraken. Nou, wat ook een hele belangrijke verschil is. Wanneer ik bij de vorige iPhone. Bijvoorbeeld als de medepassagier voor op het telefoon gaat. Zie je ook dat het scherm gaat veranderen. Nou, die functie is eraf. Dus is de medebestuurder. Wil die de telefoon gebruiken, wat opzoeken. Dan blijft dus dit scherm. Hetzelfde als waar hij eigenlijk nu op staat. Dat verandert dus niet. Nou, wat ook een verandering is, en dan ga ik eventjes naar links swipen en nog een keer naar links, zie ik hier de knop instellingen. Nou, als ik daar naartoe ga, dan kan ik dus ook niet storen tijdens het autorijden, kan ik aanzetten. Normaal gesproken kon dat dus alleen via de telefoon, maar nu kun je dus ook via de Apple CarPlay dit zelf aangeven. Nou, de weergave, ik heb hem nu op donker staan, op altijd donker. Je kan uiteraard ook verkiezen te zeggen van, nou, ik doe het automatisch. Dus dat wil zeggen, kijk, we zijn nu al in een donker omgeving, dan gaat hij op donker. Maar als je in licht bent, dat hij dan een lichtomgeving dan ook aangeeft. De Siri-suggesties en dashboard kun je aan of uitzetten. En de albumkunst, dus de informatie over de muziek, geeft hij dan onder andere, kun je ook nog inderdaad aan of uitzetten. Nou, dat zijn natuurlijk wel verschillen waarbij de vorige versie niet kon. Dan moest eigenlijk alles via de telefoon ingesteld worden. En nu zie je dat je ook een aantal handelingen ook heel makkelijk via het scherm kunt instellen. Nou, en wanneer we dus navigatiebestemmingen hebben ingevoerd, in dit geval, dan kan ik hier rechtsonder plus en min kan ik in doen. Hiermee kan ik door dus de map kan ik heen. En hiermee kan ik aangeven of ik een overzichtpagina wil hebben of dat ik hem wat dichterbij wil hebben. Zien we hier linksonder eigenlijk de aankomsttijd, de verwachte minuten en de kilometers die ik dan moet afleggen. Daarnaast zit nog een knop waarbij je heel makkelijk ook kunt zoeken nog en een geluid aan of uit kunt zetten. Of stoproute doen. Dat is ook een vernieuwde functie ten opzichte van het vorige systeem van de Apple CarPlay. Nou, daarnaast waar ook nog een wijziging is het Siri-scherm. Wanneer ik dus naar Siri vraag of dat ik deze knop dus ingedrukt hou hier links onder het scherm, zie ik dat dit pas heel klein is. Voorheen was het helemaal compleet in beeld, nu zie je dat het heel klein is. Nou, en vooral dit overzicht, ja, dat heeft echt een goede vooruitgang. Heel mooi het navigatiesysteem. De locatie waar dus het systeem denkt van, nou, daar ga je dus vaak naartoe. Dus heel makkelijk de sneltoetsen. De muziek die je wil luisteren en de agenda, die geeft je nou hier niet aan omdat ik vandaag niet zoveel meer te doen heb. Maar de agendapunten komen dus daar dus mooi in beeld. En heb ik daar bijvoorbeeld een locatie in staan waar ik naartoe ga, kan ik op één druk op een knop gelijk doorsturen naar mijn navigatiesysteem. Nou, en daarnaast natuurlijk de vertrouwde apps staan er inderdaad ook in. Waarin je links toe ga, zie ik hier dus al mijn apps. Telefoon, muziek, de kaarten, berichten, de muziek, de huidige muziek, de podcasters, dat is ook weer verbeterd. Audioboeken, de agenda, wat dus nieuw is. Instellingen wat dus nieuw is, waarbij ik dus een aantal instellingen dus kan wijzigen zonder dat ik mijn telefoon daarvoor gebruik. De Google Maps heb ik hier bijvoorbeeld ook op staan, Spotify, de WhatsApp functies en YouTube Music. WhatsApp werkt uiteraard dus ook gespraakbediend, dus op die manier. En je hoeft daar dus niet een gesprek in te typen, want uiteraard mag het dus niet in Nederland dat je de telefoon in de handen houdt tijdens het autorijden. Nou, je ziet het met de update van iOS 13 op je iPhone is Apple CarPlay weer leuk vernieuwd. Het werkt super makkelijk, super handig en met een mooi overzichtpagina is het helemaal compleet. Nou, heb je vragen hierover of kom je niet helemaal uit? Ik zou zeggen, typ ze hieronder in of bezoek onze showroom aan de Satuber Noord 133 in Roden, waar we je uiteraard kunnen helpen.
Nou, mijn naam is Hendrik Liewers. Weer super bedankt voor het kijken naar deze video. Volgende week maandag hebben we weer een nieuwe video. En dan zien we elkaar dan weer. Tot dan!